Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we in Theme Park Tycoon. En we gaan vandaag een pretpark bouwen. Of ja, niet vandaag. We gaan een pretpark bouwen. Maar dat doen we niet in één dag. Dit wordt een serie. En dit doen steeds meer YouTubers. Ik heb dit vroeger in het verleden ook wel eens gedaan. Nou, dan moet ik jullie even vermelden dat dat niet zo'n groot succes werd. Na 3 of 4 video's ben ik daarmee gestopt omdat het niet bekeken werd. Plus, ik was er totaal niet goed in. Nou, ik ben een Roblox developer. Dus, ik weet wel een beetje hoe sommige tools werken. Want ze lijken een beetje op elkaar. Alleen, hier krijg je blokken of ja, het is net zoals Minecraft. Je bouwt het en in de blokken in Roblox Studios, die moet je zelf eerst maken. Dus in principe, in ieder geval. Dit is dus echt geweldig. Ik heb ook vele andere parken gemaakt. En ik ga vandaag gewoon lekker beginnen hieraan. En we hebben al een veldje en ik heb stiekem... Stiekem heb ik al wat gemaakt, want je ziet mensen hier van beneden komen. Ik ben niet een noob, ik weet wel hoe ik aan het geld kom. Of hoe ik aan het geld kom. Hier. Hier komt het geld vandaan. Kijk, zonder dit zou ik in principe dit hele park niet kunnen maken. Dan zou het echt 10 afleveringen duren. Of ik zou echt duizenden Robux moeten spenderen om een paar duizend Robux te krijgen. Niet dat ik de Robux niet heb. Gewoon, het is gewoon zonde om Robux te verspillen aan een game waar je geld gewoon op deze manier kan krijgen. Dus. Nou. Ik denk dat we aan de ingang moeten gaan beginnen. En ik heb een best wel vet idee. Dus daar gaan we dan gelijk aan beginnen. Nou, ik pak even gewoon een fence. Of ja, niet fence. Ik pak stenen muur. Of ja, stenen muur. Jongens, jullie snappen wel. Dan gaan we hier aan beginnen. En misschien... ja, we gaan gewoon lekker beginnen. We gaan het zo doen. We gaan gewoon een soort kasteeltje maken of een huis. Daar twijfel ik nog over. Ik denk iets van een kasteeltje. Maar we beginnen in ieder geval eerst eventjes met de juiste vloer te doen. Ik ga denk voor hout. Ik denk wood. Eerst doen we dan eventjes dit weg, want het moet ook aangepast worden, want dat zie je namelijk. Eens even kijken. Dit wordt hem. Oké. En dan pakken we even hout erbij. Hupsa. Alles verandert hier ook gelijk mee. Dat is wel zonde. Even kijken. Sorry mensen die net met park binnenkomen. En we draaien. Kijk, hier krijg je voedsel, succes ermee. Nou, dus paint, zo. Nou, dat is geregeld. Zo. Dat is, dat vind ik goed. Oké, dat hoeft er nou ook weer niet. Ik wil hier een soort mini pleintje van maken en daarna komt er een gigantisch plein. Dat gigantische plein, daar geef ik nu geen uitleg over. Dan mogen jullie in de volgende video zien. Ik wil een gigantisch plein maken. En dit hoeft ook nou niet per se zo groot. Zo. Het ziet er nu uit alsof ik maar iets aan het doen ben. Maar geloof mij, dit wordt heel vet. Met vet in het vet gedrukt, zeg maar, heel groot. Zo. Of we maken er huisjes van.
We maken er huisjes van. We gaan er huisjes van maken. We gaan er huisjes van maken. Dat wordt het plan. Kijk. Hup. Hup. En zo. Prullenbakjes. En het wordt helemaal donker. Lekker voor de video, maar oké. We gaan eventjes kijken of we de prullenbak kunnen vinden. En we plaatsen die dan hier zo. Dan deze erbij. Om een beetje de stijl aan te houden. Want het wordt een soort van, ja, ik denk dat ik er een stad van ga maken, zeg maar. Een beetje een middeleeuws stadje. Stijn verspreekt zich weer helemaal, maar oké. Zo. En ik wil een soort van mooi kleurtje. Dit is hem. Mooie gekleurde kleurtjes. Dat het een leuk parkje wordt. Kijk, nu begint de aankleding zo meteen. Even kijken. En dan draaien we deze. En dan pakken we nog eventjes dit. En nu kunnen we eigenlijk gaan beginnen met het leukste. Props. Ja, misschien eventjes kijken voor dit mag dan denk ik wel hier tonnetje erbij of erop. Zo. En deze mag er dan naast liggen of staan. Is een ander tonnetje. Niet zo heel erg leuk, zo op die manier. We gaan eens even kijken. Misschien toch hier gewoon. En dan halen we die daar eventjes weg. Oké. Dan gaan wij hier naartoe. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik weet het zelf ook niet meer. Zo. Even kijken waar de ramen en deuren zitten. Want die moeten hier ergens staan. Of was het de ander? Kijk. Nu zie je dat ik niet een expert ben. Maar ze staan inderdaad hier. Je kan echt duizenden dingen in elkaar bouwen en zo. Dat is best wel ziek. Om eerlijk te zijn. En dan gaan we even dit gelijk afmaken zo. Dan ga ik iets heel vets doen. Ook is de verkeerde. Dan ga ik iets heel vets doen. Want ik ga namelijk dit doen. Eerst denk je van, dat ziet er echt niet uit. Maar als je zo, heb je gewoon poortjes. Dus dit wordt de ingang. En niet dit, maar even kijken. We gaan nog verder maken. Natuurlijk. We gaan hem zo afmaken. Even kijken. Taak hem op te scrollen. Zo. Kijk, dit is ongeveer het idee. Nou. Eens even verder. Dat moet volgens mij bij natuur staan wat ik nodig heb.
een bloemenbak. Sowieso, we kunnen wat natuur toevoegen, want dat is sowieso even nodig. Kijk, een bloemenbak, die doen we dan hier aan vast. En dan krijg je een best wel mooi huisje, zeg maar. Dus. En ik denk dat ik iets ga doen wat best wel bijzonder is. Ik denk dat we er iets curaçaosachtig iets gaan van maken. We gaan er een we gaan gewoon een beetje het tropisch. We gaan het tropisch maken. Het is niet een oude stad. Dat is nee, een kasteel, dat maakt iedereen. Stijn. We gaan gewoon dit doen. Kijk. Geweldig toch? Zo. En dan gaan we weer terug hier naartoe. Zo. Kijk. Welkom bij mijn teampark, maar oké. Jongens, één ding moet er wel gebeuren. De naam. Want we weten allemaal Bommie's teampark. Nee. Misschien Stijn's teampark. Verzin een mooie naam. En ja. Ik zou wel willen zeggen, verzin een mooie naam en je krijgt iets, maar zo ben ik nou eenmaal niet echt. Ik ga niet 1000 euro's aan jullie geven omdat jullie even een naam verzinnen. Dus verzin een mooie naam, dan komt jouw naam, jouw eigen naam, komt dan in de video en de naam die jij hebt verzonnen komt dan in de video. Ik ga denk ik wel iedereen's naam opnoemen, want anders is het ook nou niet zo eerlijk, hè. Gewoon iedereen die een naam vertelt. Ook als de meest lullige naam ooit. Ik ga hem in de video steken, of ja, ik ga jouw naam in de video steken. Niet de lulligste naam ooit, want misschien zet je wel hele rare dingen op. En dan geef ik je het liefst geen aandacht, maar oké. Okay. Verzin een leuke naam. En dat wordt dan de naam van het teampark. We gaan even kijken zo. Oh, dat gaat al mis. Zo, dat is dan weer geregeld. Nou, eens even kijken. Het is natuurlijk wel kerst, dus misschien iets van kerstmis. Kerstmis erin. Daar ga ik over nadenken. Of ja, het is bijna kerst. Het is nog geen kerst, maar het is bijna kerst. Het is in ieder geval winter. Dus we zullen het lekker tropisch houden. Ja, toch. We gaan het wel tropisch houden. Dan verlangt iedereen naar de zomer. Leuk zo'n video van Stijn kijken. Nou, ik vind dat wel heel mooi. Gele bloemetjes en een dat gaan we doen. Zo. En dan komt er een dak op. Wat voor dak wordt het? Even naar de goede hier. Roofs. Ik denk niet een laag dak. Ik denk zoiets, ja. Nou, dan wordt het deze. Lekker tropisch. Nee, niet tropisch, maar gewoon prima dak. Ik denk als we dan toch een beetje tropisch bezig zijn, dan wordt het een beetje. Even kijken. Ik ga de quest van maken. En dan denk je van.
Stijn, dat gaan we dus niet doen, want dat ziet er dus totaal niet uit. Heb je mis. We kunnen ook iets anders doen, dat het toch ook wel een beetje op lijkt. Volgens mij is het deze. Ik vind deze ook best mooi. Jullie mogen kiezen. Even naast elkaar zetten. Dit of dat ander, zeg maar. Ik ga voor nu dit doen. Omdat ik dat meer gewend ben. Omdat ik dat vaker doe. Je kan ook eventjes hier beneden zetten. Dat je dat andere wilt. Dus dit is 1. En als je dat andere wilt, dan zeg ik gewoon 2 in de chat. Dus ja. Ik vind het zo best wel goed. Voor nu. Ja. Ik vind het er goed uitzien. Dus ja. De ingang staat wel een beetje. We zijn nu al een aantal minuten bezig en ik denk dat ik de video ga afsluiten. Dus iedereen bedankt voor het kijken. Like en abonneer. Of bedankt voor het kijken. Like en abonneer. En ik zeg laters.